En in een tot de laatste plaats gevulde kathedrale basiliek is gisteren Wereldgebedsdag gevierd. Deze viering wordt elk jaar op de eerste vrijdag van maart georganiseerd door het Surinaamse Comité Wereldgebedsdag. Een christelijke ecumenische organisatie geleid door vrouwen. Dit comité is onderdeel van de wereldwijde organisatie World Day of Prayer International Committee, WDPIC. Suriname is dit jaar het themaland van de Wereldgebedsdagviering 2018, die in meer dan 170 landen gehouden is. Het thema was Geheel Gods schepping is zeer goed. Aher grontapudi gadomeki boom, doro doro. Hiermee worden alle landen, maar vooral Suriname, opgeroepen om goed om te gaan met Gods schepping en het milieu niet te vervuilen. Aan het begin van de viering was er een speciale processie, voorgegaan door padvinders die de Surinaamse vlag droegen. De schriftlezingen zijn door vrouwen van de verschillende culturen en gemeenten voorgelezen. Dominee Lucia Breveld deed de bemoediging in het Sranang. Zij hield de aanwezigen voor dat ze aan de ene kant niet kunnen zeggen van Suriname te houden, maar aan de andere kant het land toch vervuilen. Pide, wanneer ook voor de morele kwaandrosiviteit die konden in de grond tappen, terwijl u kan juren, beki, giwi en die wil ook die konden in Sranang. Na in a dipi kumi ati me hoko taki, de beki sak Bigi watrane waswigwe. Grone sikite uso e fado na utap. Lekpawe sep sana trakondre. Fasma e longu de libi. Fakantede no dora presi pede longo kudi kugrucirde. Dri watra nyano de suna se. Dawe praxer moro fara. Dominee Breveld sprak ook over de harmonische wijze waarop Surinamers met elkaar leven. Zij ging nader in op het thema door te stellen dat God de wereld volmaakt heeft gemaakt. De voorganger zei ook dat een ieder de naam van God met het nodige respect moet aanroepen. Tiyuno abdekati, fukare na afasdati, na tantiri. Kadide mini trawan no man trawa sap tak ya Christians ma dai tatiri no tak san sondole speki bika you know ma me kwam tim pis from ki kontak wa me ro tapu. Dominee Breveld gisteren in de kathedrale basiliek waar er een algemene gebedsdag is gehouden als onderdeel van de Wereldgebedsdag. Deze dag is in meer dan 170 landen gevierd. Suriname is dit jaar gekozen als het themaland waarvoor gebeden moest worden.